de staatssecretaris gearriveerd. Dus ik zou zeggen, staatssecretaris, kom erbij. Laat ons niet langer in spanning. En doe verslag van de bevindingen van de dag. Misschien in de eerste plaats wil ik jullie eerst even bedanken. Ik heb een aantal belangrijke gesprekken gevoerd met eigenlijk iedereen. Van zorgverleners tot en met de directie, met de gemeente, met de cliëntenraad, met de ondernemingsraad. En wat ik heel belangrijk en goed vond en ook emotioneel vond om te horen, van hoe sterk de betrokkenheid is van de huishoudelijke hulp en de thuiszorgmedewerkers met hun cliënten. En ik denk dat het goed is dat ze dat nog eens een keertje over het voetlicht hebben gebracht. Het is niet alleen maar hartverwarmend om te horen, maar het is ook heel belangrijk om te weten en te beseffen dat die betrokkenheid van medewerkers met hun cliënten ongelooflijk groot is. En dat is niet een groot compliment. Iedereen beseft dat we veranderingen in de zorg gaan krijgen. En voor die veranderingen hebben we denk ik drie belangrijke punten afgesproken om zorgvuldig met elkaar om te gaan. In de eerste plaats, gemeenten moeten nu snel haast maken met die nieuwe aanstelling. En gemeenten hebben tegen mij gezegd dat ze dat hele proces snel gaan doorvoeren. En dat daar in november van dit jaar dat afgerond moet zijn. In de tweede plaats hebben we afgesproken dat zij zullen aanbesteden tegen tarieven die het mogelijk maken gewoon CEO-lonen uit te betalen. En in de derde plaats is afgesproken dat bij de aanbesteding, ook met nieuwe aanbieders, erop toegezien zal worden dat die relatie tussen cliënt en zorgverlenende zoveel mogelijk intact moet blijven. En dat betekent dus als er nieuwe aanbieders komen, dat die cliënt-zorgrelatie intact blijft en dat dat ook de basis is voor de overname van personeel. Met die drie elementen snap ik dat er nog geen individuele duidelijkheid is. Maar het zijn wel hele belangrijke uitgangspunten die we met elkaar kunnen gaan hanteren om dit proces zorgvuldig te gaan doen. Dit proces is ook gebaat bij partijen die ondanks hun belangen met elkaar om de tafel gaan zitten. Dit proces is ook gebaat met enige rust. Om te zorgen dat we dat we dit moeilijke proces wat gaan krijgen, wat in 2014 nog wat gemakkelijker is dan daarna, 2014 zijn de budgetten nog ongeveer gelijk, dat we in staat zijn om een wat lange termijnlijn uit te zetten. Dat we met elkaar, ondanks alle belangen, goed met elkaar samenwerken om dit op het eind te brengen. Heb ik ook met de directie besproken van Sensire en gezegd, en zij hebben dat mij ook toegezegd. Kijk, ook al zitten zij niet in die nieuwe aanbieding, moeten zij er volaan meewerken dat die cliëntzorgrelatie intact blijft. En daar hebben ze maar onverkort op gezegd. Dus dat betekent dat we de komende periode dat gemeenten met zorgbedieners aan de slag met elkaar moeten gaan, dat er een aantal randvoorwaarden liggen waarop die gesprekken kunnen plaatsvinden en dat er zo snel mogelijk dan nader duidelijkheid komt. In ieder geval voor 1 januari natuurlijk, en dat is ook natuurlijk belangrijk. Maar eigenlijk eerder, omdat dat ook natuurlijk nodig is dat die gemeente dat proces snel afrondt. Ik wil jullie bedanken voor jullie geduld. Ik wil jullie ook bedanken voor het feit dat jullie dit zo nadrukkelijk op de agenda zetten. Als wij dit nu goed met elkaar doen, dan kan de onzekerheid in de richting waar ik ook begrip voor heb, ook een beetje een les zijn voor hoe we dit soort vraagstukken in de toekomst moeten met elkaar moeten gaan aanpakken. Voor nu, dank voor jullie aandacht. Het was een lange dag en jullie gaan misschien nog door met zingen, dat weet ik niet. Maar ik hoop niet tot een volgende keer. Hè? Misschien. Ja, dankjewel. I'm going to go to the next one.
Thank you.
I'm
Thank you.